tot voor kort kon je hier je fiets ophalen. Of misschien nog steeds wel. Oh, ze hebben over daar al die fietsen hier. Als je verkeerd geparkeerd hebt. Ja. Dat juist ze halen af en toe het station halen ze een beetje leeg. Oh, ja. Nou ja, weer wat geleerd. Dat wist ik helemaal niet. Ja, dit is wat leuker, wat makkelijker ruimte. Een soort stoommachine lijkt het wel. De gemeente heeft onwijs snel actie ondernomen. De gemeente is een van de hoofdsponsoren van het festival, de gemeente Middelburg. En we waren met hun in overleg van ja, wat komen jullie dan doen? Hoe presenteren jullie als gemeente op het festival? En toen kwam het idee van ja, maar kom maar geen verhaal vertellen. Laat gewoon maar zien waar je voor staat. Dus toen hebben we gezegd van ja, dan maak maar meteen een heel groot stuk gewoon groen op het terrein. En ja, dat was wel cool. Zijn ze binnen 4 weken zijn ze dat nu aan het doen. Ik ben hier te gast aan het Siloplein, moet ik zeggen. Ja, zo heet het, klopt, Siloplein, ja. Siloplein, waar jullie je architectenbureau hebben, jij en je vrouw Vanessa. Klopt, ja. Hoe lang zitten jullie hier al? Nu zitten we hier 2 jaar bijna. Dat is al best wel weer lang, ja. Ja, nou, en je zit hier samen, hieronder zitten de food curators. En, klopt. En er zitten er nog meer huurders in, of? Nee, beneden de food curators. We huren dit van Rothuizen en die zit hierachter. Van onze overburen. Ja. Ja, het is sowieso al, ik vind het altijd een beetje bijzonder terrein. Een tijd terug is daar ook het veilinghuis gekomen. En de voedselbank zit er nog, maar die gaat weg. Dus dat wordt ooit gesloopt. Ja, ja. Weet je dan wat ze daarmee gaan doen? Met dat terrein? Nou, het hele terrein wordt circulair herontwikkeld. Dus ze proberen zoveel mogelijk gebouwen te laten staan. Oké. Okay. En dan opnieuw in te vullen met units erin. Daar is Rothuizen mee bezig. En jammer genoeg, de voedselbank is echt een super slecht gebouw. Dus dat zal wel gesloopt worden. En komt dat ziet er weg. Ik weet niet precies, maar er is wel iets nieuws voor in de plaats. Ja, ja, ja. Je hebt lang in Zwitserland gewoond en gewerkt. Ja. En nu dus sinds 2 jaar zit je hier. En waar heel veel Middelburgers je al dan niet bewust van kennen, is de verbouwing van 70. En dat hele ontwerp, dat stond op jouw naam eigenlijk. Die hele maquette ook in de uitvoering. Ja, klopt. Dat hebben wij gedaan. Een hele leuke samenwerking met de eigenaars van 77. Kees Connie was dat. En daar zijn we wel trots op. Het is ook wel mooi geworden. Ja, het is heel mooi geworden. Super geslaagd. Ja, en de korf van iedereen. Dus het is niet omdat ik stamgast ben dat ik bevooroordeeld ben of zo. Het is, mensen vinden het echt verrassend. En jullie doen natuurlijk veel meer. Maar daar ben ik eigenlijk niet voor hier. Want we zijn hier voor een festival. Een duurzaamheidsfestival. Ja. Dat heb je 3 jaar geleden, denk ik. Of 2 jaar geleden? 3 jaar geleden. Voor corona. Voor het eerst georganiseerd. Ja. En wat is het precies voor festival? Want dat is op in dit gebied. En, Nou, misschien even, we zijn begonnen aan het festival omdat wij als architecten merkten van ja, wij zijn bezig met energietransitie, we zijn bezig met ecologisch bouwen. Maar we merken van ja, dan bouw je een huis en de isolatie wordt steeds meer en de systemen, energiesystemen worden steeds slimmer. Maar ja, als iemand dan iedere dag daar biefstuk gaat zitten eten en stookt op 26 graden, dan is al die moeite voor niks. Dus we hebben zoiets van ja, dat duurzaamheid, dat heeft met heel veel dingen te maken. En met grote veranderingen waar we voor staan, grote transities. En we hadden zoiets van, ja, daar moeten we mensen ook over informeren. In een hele brede zin. Dus ja. Het festival gaat eigenlijk, we hebben gezegd, het zijn 3 onderwerpen. Het ene is food. Dus de Zeeuwse Milieufederatie organiseert voor ons een hele grote biologische markt. Dan het andere onderdeel is lifestyle. Dus daar gaan we in op repareren van spullen. Kopen van verantwoorde, goed geproduceerde spullen die je lang kunt gebruiken. En een stukje bouw. We willen ook laten zien van in de bouw, ja, waar zijn wij mee bezig? Waar zijn collega's mee bezig? Wat voor interessante nieuwe producten zijn er? En ook die energietransitie is ontzettend belangrijk. We moeten van het gas af. Hoe doen we dat op een goede manier? Er zijn nog veel stappen te maken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de bouw, dat heel veel kan ook ecologisch gebouwd worden. En dat zijn hele leuke ontwikkelingen, dat je ook, daar heeft de landbouw ook weer mee te maken. De boeren lopen nu ook echt tegen problemen op. Ja. Dat eigenlijk we niet zo duurzaam met ons land omgaan op het moment. En het leuke is dat wij ook bijvoorbeeld een boer uit België op het festival hebben. Oorspronkelijk een boer en die verbouwt nu hennep. Okay. En met industriële hennep is dat, dus daar word je niet high van. Maar daar kan je wel ontzettend goed je huis mee isoleren. Dat willen we ook een beetje laten zien. Dat het niet alleen maar een energietransitie is, maar dat je ook met verantwoord materiaal wat veel langer mee kan. Wat aan het einde van de rit geen chemisch afval is. Ja, dat is echt, daar weten nog niet zo heel veel mensen van. Maar je noemt het niet voor niks een festival, dus...
Dat is een goeie. Ja, kijk, er zijn heel veel symposia. Er wordt heel veel vergaderd over circulariteit en duurzaamheid en allemaal van die moeilijke begrippen. En wij hadden zoiets van, ja, we moeten het gewoon eens op een toegankelijke, laagdrempelige, leuke manier laten zien. Van, hé, dit is er, dit kan allemaal en dit is ook leuk. Wat betekent dat voor het programma? Want echt rock'n'roll wordt het natuurlijk ook niet, denk ik. Nee, dus dat betekent dat je je voor moet stellen. Daarom vinden we die biologische markt en die foodtrucks ook zo van belang. Dus gewoon de hele dag, zaterdag 24 september, is de hele dag... van alles te beleven voor jong en oud. We hebben een uitgebreid kinderprogramma. Er komt een theatervoorstelling over plastic soep. Oh, leuk. Super leuk. Kinderen kunnen zeilen hier op het kleine watertje wat hier voor ligt. Dus het is voor jong en oud een super leuk programma. Er is wat muziek op de achtergrond. We vragen wat DJ's uit de buurt. Okay. En wellicht nog een beentje. Maar dat is wel op de achtergrond. En de focus ligt gewoon op informatie verstrekken. Maar het mag ook gezellig zijn. Precies. En koop je ook duurzaam bier of wijn die dag? Ik kan er ook een hapje aan drinken. Ja, precies. Ja. We zijn nu bezig, ook met de ZMF, om te kijken... kunnen we lokale, verantwoorde biertjes inkopen... en gewoon daar onze hele bar mee vullen, zeg maar. Is het gratis toegankelijk? Of? Ja, we willen laagdrempelig zijn, dus het is helemaal gratis. En ook voor deelnemers. We proberen alle mensen die op een goede manier in Zeeland daarmee bezig zijn... op het festival te krijgen. Veel hebben we al benaderd. Maar als mensen denken van, hé, ik wil ook komen, schroom niet om ons te contacteren. Want er is plek. In principe werken we met de deelnemers aan het festival ook zo, dat we geen prijzen vragen. We vragen gewoon naar draagkracht. Als ze kunnen, mogen ze bijdragen. Als ze niet kunnen, dan kom maar. Sympathiek. Ja. Dat is een goede opstelling. Nou, dankjewel.